Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilise en welkom bij de eerste dag van het Third Food Dieet. Voor degenen die net als mij onder een steen hebben gelegen, is dit het dieet wat Adele heeft gedaan om zo ontzettend veel gewicht te verliezen. En de reden waarom ik het nu ga doen is omdat ik een week of zo geleden naar de huisarts moest vanwege aanhoudende migraine. En toen bleek mijn bloeddruk dus veel te hoog te zijn. En dat was voor mij een wake-up call van joh, je zegt iedere keer dat je gewicht gaat verliezen. Je begint iedere keer en je trekt wel je calorieën, maar wees even realistisch. Ik ben nog steeds niet een substantieel gewicht kwijtgeraakt. En iedere keer komt er ook weer bij, als we dan hebben weer een weekend met allemaal feestjes en ik wil al maanden afvallen en het lukt gewoon nog niet zo. Dus ik heb het gewoon gevoel dat ik een soort van boost nodig heb. En zeker dat omdat het gewoon beter is voor mijn gezondheid. Dat blijkt dus nu wel weer. Want mensen die overgewicht hebben, die hebben ook gewoon een veel grotere kans om ook een te hoge bloeddruk te hebben. En dat hebben we nu. Dus hoog tijd voor wat actie. Ik had er dus inderdaad nog nooit van gehoord totdat iemand zei van oh, anders moet je dat proberen. En toen ging ik googlen en toen zag ik van hey, dat is van Adele geweest. Er is een heel erg mooi boek van geschreven. Dat heb ik op de Kobo gelezen. Op de Kobo Plus heet dat. Maar je kan hem ook gewoon bij de bol.com kopen. Ik zal hem onderin linken. Ik ben er nog niet helemaal doorheen. Maar wel door het eerste gedeelte. Het dieet bestaat uit 3 fases. De eerste 3 dagen is een soort van vaste fase. Dus dan ga je in vasten. Dan heb je dag 4 tot en met 7. Dan eet je ietsjes meer. En dan ga je een hele week of 2 weken lang naar de onderhoudsfase toe. De eerste 3 dagen is dus 3 stapjes van producten die heel veel sirtuïne bevatten, als ik het goed zeg. Het hele dieet draait erom dat je meer van bepaalde voeding gaat eten die sirtuïne bevat. En dat zou het slankheidsgen moeten activeren. Als ik het zo lees, zou ik eerder zeggen van het reset je metabolisme, het versnelt het misschien, het ruimt afvalstoffen op. Het zijn producten die voornamelijk gegeten worden in de blauwe zones van de wereld. De blauwe zones in de wereld worden gedefinieerd door de plekken waar mensen oud worden. Het oudst eigenlijk worden, maar ook op de meest gezonde manier. Dus waar ze het minst last hebben van ziektes zoals obesitas, hartvaatziektes, kankerziektes, dat soort dingen. En daar hebben de makers van de dieet naar gekeken. Van goh, wat eten deze mensen nou? En die eten vooral producten met sirtuïne in zich. En ze hebben dus een aantal onderzoeken daarna gedaan. En mensen die dat meer gaan eten, verliezen dus gewicht, voelen zich gezonder, verlagen hun bloeddruk, slapen beter, bladibladibla. Allemaal dingen die ik natuurlijk super fijn vind. Dus dat gaan we proberen. Producten waar we dan veel over hebben is boerenkool, selderij, rucola, groene appels, pepers, kurkuma, boekweit, dat soort dingen. Eigenlijk producten die ik wel eens eet, maar lang niet zoveel als ik ze de aankomende 3 weken ga eten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat mij gaat ervaren en daarom neem ik jullie dus ook mee. Zoals gezegd bestaat het dieet uit 3 fases. De eerste fase eet je heel erg weinig en ga je in een soort van vasten. Je drinkt dan 3 sapjes op een dag gemaakt van boerenkool, selderij, rucola, platte peterselie, een groene appel, citroen en matcha. En dat drink je dus 3 keer op een dag. En dan mag je 1 maaltijd eten. En het leuke is dat je na zo'n maaltijd, de eerste 3 dagen, een klein stukje chocola mag. Chocola moet wel van 85% cacao zijn. Maar dat mag de pret dan niet drukken. En vanaf dag 4 ga je er een maaltijd bij doen. En dan laat je een sapje vallen. Dus dan heb je 2 sapjes en 2 maaltijden. En dan vanaf dag 8 doe je gewoon 3 maaltijden en 1 keer een sapje. En mag je eventueel tussendoortjes. Eigenlijk is dag 8 tot en met dag 21 een soort van onderhoudsfase. Dus dan ga je leren eten hoe je dat moet volhouden. En dan zou je in theorie niet meer zo heel veel gewicht moeten verliezen. Want dan ga je gewoon meer zitten op een normaal eetpatroon. Vandaag ben ik dus begonnen met dag 1 en ik heb het eerste sapje op. Ik kan je melden, het is niet lekker. Het is niet zo vies dat ik mijn neus dicht moet houden. Maar het is ook zeker niet dat ik denk van oeh, yummy, ik zie uit naar de volgende. Wat wel heel fijn is, is dat ik die om 10 uur heb ingenomen en het is nu bijna 12:30 en ik heb nog steeds geen honger. En ik moet dus nog 2 sapjes drinken. Dus, en dan ook nog een maaltijd. Dus nou, ik heb goede hoop dat ik in ieder geval vandaag niet zo heel veel honger heb. Misschien dat het morgen anders is, want morgen werk ik ook een hele dag. Dus dat gaat een bijkomende moeilijke factor zijn.
De aankomende 4 dagen werk ik. Dus dat zijn diensten van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Dus dat gaat aanpoten worden, denk ik, om genoeg energie te hebben om die dagen te voldoen. Maar ik wou toch heel graag vandaag al beginnen, omdat ik denk als ik het uit ga stellen, dan ga ik nooit een geschikt moment vinden. En als ik het nu doe, dan ben ik op dag 5 op het moment dat de kinderen terugkomen. En dan hebben hun er niet zo heel veel mee van te doen. Niet dat ik chagrijnig wat minder energie heb. Ik hoef me eigenlijk de komende dagen alleen op mezelf te focussen en op mijn werk. Maar niet nog de kinderen ernaast heen en weer brengen, sporten, noem maar op. Dus dat is helemaal fijn dat ik ze nergens naartoe hoef te brengen. Zodra ik klaar ben werken, hoef ik alleen maar op mezelf te focussen. En dan op dag 5 heb ik hopelijk alweer wat meer energie. Want op dag 4 heb ik alweer 2 maaltijden op. En op dag 5 kan ik gewoon weer meedoen. En dag 6 en 7 en 8 ben ik dan vrij. Dus we gaan het gewoon proberen. Ik neem jullie mee. Ik heb vanochtend voorfoto's gemaakt. Van de voorkant, de zijkant en de achterkant. Ik heb meting gedaan op mijn kuit, mijn bovenbeen, mijn dikste gedeelte van mijn heupen, bij mijn navel en mijn arm. En die ga ik ook eventjes neerzetten, zodat we die aan het einde van de week kunnen vergelijken. Zakje 3 van vandaag. Deze is dan zonder matcha, want je doet er 2 met matcha. En de laatste doe je dan zonder, omdat in matcha een stofje zit wat lijkt op cafeïne. Of wat cafeïne is. En dan zou je even niet kunnen slapen. Dus dan deze. Oeh, deze is wel heel koud. Het is beter als hij goed koud is. Dan is hij beter te drinken. Deze heb ik natuurlijk om 11:30 zo gemaakt. Dan heb ik daarna in de koelkast gezet. Ik moet zeggen, ik had nog niet echt heel erg honger. Het is nu 4 al. Dit is de laatste. Dus ik heb zo alleen nog mijn Aziatische gamba's met boekwijknoedels om te eten. Maar daarom oké, ik had niet echt heel veel honger. Ondertussen is het dag 3. Ga ik weer naar mijn werk. En heb ik mijn sapjes vanochtend gemaakt. Ik heb vanochtend wel maar de helft van de boerenkool door de juicer gedaan. En de andere helft van de boerenkool in de blender gedaan. Omdat ik merk dat ik iedere keer heel weinig sap heb van de boerenkool. En dit is natuurlijk niet een kool, maar al voorgesneden. Dus misschien gaat het daaraan. En ik krijg daardoor wel meer volume. En het ziet er nog steeds glad uit. Dus gaan we vandaag proberen. Ik voel me nog goed. Ik merk wel dat ik gisteravond met een vrij leeg gevoel naar bed ging. Maar voor de rest heb ik vandaag wel weer super veel energie. Ik voel een klein beetje in mijn hoofd. Maar dat kan ook omdat ik gisteren een drukke dag heb gehad en weinig heb gedronken. Hoeft niet per se te zijn met wat ik heb binnengekregen voor de rest. Qua voedingsstoffen. Dus so far so good. Ik ben wel ontzettend blij dat vandaag de laatste dag is dat we maar 1 maaltijd hebben. Want je mist gewoon wat om te knagen. Voor de rest vind ik altijd mijn huid en voor de rest wel echt super rustig als ik nu. Dus. En nu, ik slaap voor de rest ook goed. Ik ga weer een dagje hard knallen. En dan mag ik vanavond kip met boerenkool eten. Ik heb vandaag niet vegetarische optie gekozen. Omdat ik wel een beetje bang ben dat doordat ik zo weinig voor de rest aan andere voedingsgroepen eet, dat ik dan wat tekort kom. Dus dan doe ik toch een beetje vlees of zo. Ik weet het niet. Een beetje, I don't know. Feels better to me. Dus dat. Die was besteld die hevel. Hij lukt lekker met Mexican. Maar ik had allerlei dingen besteld die ik niet bij de Albert Heijn of bij de Jumbo iets kon vinden. Het is allemaal binnengekomen. Oh ja. Ik heb boekwijdvlokken. Gepofte boekwijd. En boekwijdnoedels. Daar heb ik voor vanavond 50 gram boekwijd nodig. Zou ik dan gewoon de vlokken doen? Die heb ik, dit heb ik allemaal besteld bij glutenvrij winkel. glutenvrijemarkt.com. Nou, vermoed ik dat hier in de nieuwe weegschaal zit. Ja. Andere doet dus zichzelf continu heel hoog inzetten. Ik heb wel van hetzelfde merk gekocht, maar dan iets meer 20 Century One. Dag 4 is eigenlijk compleet, maar ik voel me nog een klein beetje gammel of zo. Het is niet eens gammel, het is gewoon meer moe vooral. Ik voel me vooral heel moe.
En ik weet niet of dat met het dieet te maken heeft. Of gewoon het feit dat dag 3 is van een hele dag werken. En op je benen staan. Maar ik ga buiten mijn boekje en ik drink een kippenbouillon. Zit ik bijna geen hol in. Maar ik dacht, het is even warm en een beetje zout. Dat helpt misschien een beetje. Want het is nog maar 7:45. Dan wil ik vanavond wel vroeg naar bed. Want ik morgen ook weer vroeg aan het werk moet. En ik vannacht dus echt wel weinig geslapen heb. Vandaag was het middernacht en de wekker ging... Nou ja, de wekker zou om 7:15 gaan, maar ik was om 6:00 wel wakker. En eigenlijk gaat het de hele tijd goed. Tot na het eten dan kap ik in. Het eten was vandaag lekker. Vooral die muesli, die was echt heel erg lekker. Die ga ik morgen ook meenemen, ondanks dat hij niet op het menu staat. Want morgen gaat er een boekwijdpap op het menu. En ik heb geen boekwijdmeel. En om het nou met vloggen te doen en dan mee te nemen naar mijn werk... Dus ik doe gewoon die muesli, dat is echt super lekker. Het is eigenlijk gelijk 400 of 500 calorieën, maar goed. Je eet voor de rest van de dag toch alleen maar die zakjes. En dan morgenavond is het een ander veganistisch iets wat ik bedacht. Dus dat is helemaal excited. Dus ik drink even nu mijn bouillon op. So far, so good. Ik heb het idee dat ik wel gewoon genoeg energie hou overdag. Ik ben niet extreem grumpy. Ik heb eigenlijk... bijna geen honger. Als ik bijna geen honger bedoel ik heb wat trek in iets, maar het is niet dat ik echt mijn maag hoor rammelen. En tegen de tijd dat ik denk van, oh, nu moet ik wel een beetje wat gaan eten. Is het ook echt altijd om te eten, had ik eigenlijk al iets eerder kunnen gaan eten. Maar dat is dan als je aan het werk bent, dan ben je zo druk bezig en dan heb je dat niet altijd even door. Dus ja, ik moet zeggen, het bevalt me goed. Ik heb ook iets eerder dat het werkt. Vooral hier heb ik het idee. Ik heb natuurlijk toch een soort van derde onderkin. En ik heb het idee dat die wel minder wordt. En met mijn huid, ja, dat zie je nu echt niet. Het is echt super slecht licht. Het is al donker buiten. Het zit in de kamer dus. Maar mijn huid is ook echt wel beter voor mijn gevoel. Dus we gaan er nog even mee door. Maar ik probeer dus wel nu een beetje een kippenbouillonnetje bij te pakken. En ja. Ik meet nu wel, bijvoorbeeld de muziek heb ik wel afgemeten. Maar denk ik... Ik heb 15 calorieën. Daar gaat de week niet mee verloren. Dus ja. Good morning. Dag 7 van het Search Food dieet. Ik heb vanochtend al lekker mijn stapje gemaakt. Zo lekker. Het went niet. Kan iedereen bekennen. Het wordt niet lekkerder. Het wordt niet fijner. Het wordt niet dat je ernaar uit gaat kijken. Maar goed. Het wordt wel makkelijker om te maken. Dus die heb ik al op. Ik heb extra vitamine C op. So far, still good. Ik moet zeggen dat ik de afgelopen 2 dagen wel wat meer honger heb gehad. En dat ik s'avonds weer bouillon heb genomen. En gisteren ook een paar koekjes. Want het stond op tafel en ik had honger. En... als in, ik had echt het idee, ik voel me gewoon flauw. Dus even iets. Het is nu ook nog best nog wel vroeg. Het is nu 10:00. Dus denk ik het vroegst dat ik ooit het sapje op heb. Dus ik hoop dat ik daardoor vandaag minder honger heb. Dus last day, dan gaan we naar een normaler patroon. Dus that's exciting. Ik moet zeggen, de weegschaal heeft gebudged. Ik heb bijna iedere dag gewogen vanaf dag 4, denk ik. Omdat in het begin van de week mijn weegschaal kapot was. Dus ik heb een nieuwe. En ik ben inderdaad aan het afvallen. Maar de afgelopen 2 dagen kruipt hij ook weer omhoog. Dus misschien toch wel eventjes een beetje strak. Vandaag in ieder geval nog. Want we willen natuurlijk wel een goed resultaat aan het einde van de week. Dus is het alweer dag 8 van het Search Food dieet. Volgens mij heb ik in het begin van de clip het iedere keer Search dieet genoemd. Maar het is het Search Food dieet. En vandaag dus dag 8. Ik heb al mijn ontbijt op. Want vanaf vandaag mag ik gewoon een soort van onderhoudsfase in. En dat is dan 3 maaltijden, een sapje en een snackje. Ongeveer plus minus. Dan ga je veel meer luisteren naar je lijf wanneer je echt trek hebt. Ik dacht dat is een mooi moment om een recap te doen van de eerste week. De eerste 3 dagen doe je natuurlijk 3 sapjes en 1 maaltijd. En daarna ga je over naar 2 sapjes en 2 maaltijden. Dat is wat ik deze week heb gevolgd. Ik moet zeggen, het valt echt wel mee. Het is goed te doen. De sapjes worden er absoluut niet lekkerder op. En uiteindelijk heb ik het een beetje aangepast dat ik een appel per sapje doe. In plaats van een halve appel. En dat scheelt echt enorm. Ik heb nu ook het Search Food receptenboek aangeschaft. En daarin staan ook nog 2 alternatieve sapjes hiervoor. Die ook wat meer bruikbaar zijn. Want het is dat ik nu begin in eind september met dit dieet. Want boerenkool is niet het hele jaar door zo makkelijk verkrijgbaar. Ben ik achtergekomen. De eerste keer kon ik namelijk heel weinig boerenkool vinden. Alleen maar bij de buurtsuper nog een paar zakken.
En het was niet voldoende. En toen ik weer opnieuw moest gaan kijken, was het ook echt van nieuw in het schap boerenkool van dit seizoen. Dus het is natuurlijk een erg seizoensgebonden groente die je daarvoor nodig hebt. Maar ik heb dus ook nog andere receptjes daarvoor gevonden nu in dat andere boek. Deze week wel heb gemist zijn de tussendoortjes. Je hebt natuurlijk eigenlijk gewoon geen tussendoortjes. En ik zet die eigenlijk altijd in omdat ik denk van, ik zou nu wel wat lusten, maar we gaan pas over anderhalf uur eten. En dat heb je nu niet echt bij dit dieet. Vanaf aankomende week misschien een beetje. En ik moet zeggen dat ik daardoor gisteren en eergisteren wel een kleine dadel extra of zo heb genomen. En gisteravond heb ik me eigenlijk niet gehouden aan wat er op de planning stond. Maar meegegeten met de friet, met snacks. Maar dan moet ik wel bekennen dat ik veel minder... Maar de grootste plus en de reden waarom we überhaupt aan zijn begonnen... is hoe ik mij fysiek voel en of ik wel of niet ben afgevallen. De eerste paar dagen ging het mega hard. Ik heb natuurlijk mijn eigen vorige week zondag gewogen. En toen ging de weegschaal stuk op maandag. Dus ik kon mijzelf pas weer op woensdag wegen. Dus dat was ook na de 3 dagen. En toen was ik 3 kilo kwijt. En het is natuurlijk mega snel, veel te hard. Dat is natuurlijk lang niet allemaal alleen maar vet. Dus ik had ook wel verwacht dat ik weer terug zou aankomen. En dat heb ik ook wel gedaan. Ik zit nu in totaal op 1,8 kilo afgevallen. En ik ben daar echt wel super blij mee. Als je bedenkt dat het in een week tijd is. Het voelt minder heftig als ik zeg van ja, de eerste week verlies je altijd heel veel. Maar dit voelt gezonder. En ik voel me ook echt super fijn. Ik slaap lekker. Ik heb bijna geen hoofdpijn. Ik heb het gevoel dat mijn huid ontzettend rustig is nu. Ik voel me ontzettend productief. Ik heb geen enkele keer gehad dat ik mezelf chagrijnig voelde of moe voelde. Of enorm hongerig of gefrustreerd. Het is zeker een aanrader als je jezelf een jumpstart wil geven om weer even in een gezond ritme te komen. De aankomende 2 weken is het een soort van onderhoudsfase. Ga je 2 weken lang eten zoals je normaal gesproken zou moeten doen. Het idee is dat je, omdat je dezelfde sirtuïnes blijft eten, alsnog langzaamaan zou afvallen. Ik ga nu wel wat meer tracken om te kijken hoeveel calorieën neem ik dan precies tot me. Val ik dan inderdaad ook af. En ik wil deze week ook gaan beginnen met sporten weer, of in ieder geval wat meer. Afgelopen week heb ik al erg veel ontzien, omdat ik A, heel veel moest werken. En B, ik wist dat ik heel weinig voeding tot me zou nemen de eerste 3 dagen. En dat ik daarvan zou moeten herstellen. En als je dan ook nog eens extreem veel gaat bewegen of ineens meer gaat bewegen, zodat je dat zou doen, dan ben ik bang dat het een zware tol op mijn lichaam zou zijn geweest. Dat gaan we deze week wel langzaam proberen op te bouwen. En de manier waarop ik dat ga doen is, dus ik ga mijn Polar Watch wat strenger zetten. Die staat nu op lichte beweging per dag. En ik kom eigenlijk bijna iedere dag over de 100% heen. Dus die ga ik een trapje omhoog zetten. En ik ga dus inderdaad proberen om een aantal dagen in de week ook weer te gaan sporten. Als ik de hele onderhoudsfase ook op wil lopen, dan zal ik jullie weer updaten hoe het allemaal gaat. Ik zal ook even de voor- en na-foto's laten zien. Ik weet niet in hoeverre je het op de foto's echt kan zien. Maar ik voel me in ieder geval een stuk minder opgeblazen. En ik zal eventjes kijken hoeveel ik precies ben afgevallen in centimeters. Rond mijn buik 3 in de afgelopen week. Dus dat is natuurlijk echt supergoed. Rond het dikste punt van mijn heupen 2 centimeter. Mijn arm is gelijk gebleven. En mijn bovenbeen is 1,5 centimeter kwijt. En mijn kuit is er ook 1 centimeter kwijt. Ik doe dat gewoon op mijn fitnesspijl, kan je dat invoeren. En dat doe ik echt al jaar en dag. Dit is echt wel een hele goede aanrader als je een soort van jumpstart wil hebben voor het gezonder leven en anders leren eten. Het heeft echt een soort van resetknop ingedrukt bij mij. En ik ga de komende 2 weken ook echt verder met de onderhoudsfase. Slash dat ik misschien hier en daar wat aanpassingen doe om wat lager in calorieën te blijven zitten. Zodat ik wel langzaam blijf afvallen. Want als je je eigen zo minder opgeblazen voelt en zo, dan voelt het toch gewoon heel wat fijner. En het motiveert heel erg om door te gaan. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken!